Hi there, I'm Martin Zo, hallo Tyler. allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. Vandaag spelen we tegen Willem II. Leuk dat jullie weer kijken en we gaan vandaag met de B-elftal spelen tegen Willem II dus. En ik zal me vandaag wat af te vragen. Ik speel natuurlijk iemand van Den Bosch, jeugdspeler, en hij heeft een rating uitkomen tussen de 88 en 92. Zou dat gewoon de nieuwe Robben zijn? De regen van Robben, zeg maar. Ik denk het haast wel. Want die is gestopt, dus ik denk dat dat hem is. Maar goed, dat tezijde. We spelen met Drommel, Mulder, Gomez, Maresca, Nainggolan en Strootman op rechts van Den Bosch. Op links Meijer, op 10 Vialba en in de spits Jurgensen en Werner. Oh, wacht. We moeten nog naar Willem II toe. Goh, het is ook niet de eerste keer dat ik dat vergeet. Lamproen nog op de goal. Pelle van Arnold op rechts. Koppers op links. Strieder, die is van Utrecht geweest. Andrade zit er nog en de rest ken ik allemaal niet. Maakt niet uit. We gaan gewoon lekker spelen. En hopelijk weer lekker winnen. Gisteren natuurlijk spannend tegen Lyon 2-1. Dat was een goede wedstrijd. Of al zeg ik het zelf. En nu dus weer tegen Willem II. Eens kijken of we deze kunnen winnen. Hiro Nainggolan. Meijer loopt niet diep. Waarom niet? Dat is een mismatchje. Nainggolan loopt wel diep. Oh, dat is jammer. Ik weet niet of die regens ook altijd hetzelfde postuur hebben als de echte spelers, zeg maar. Volgens mij komt het ook wel aardig overeen, een klein manneke. Jurgensen dan. Ja, jij moet voorin staan om te koppen. Staat hij hier? Had dan even omgewisseld. Werner, hebben. Lekker, Werner. Vialba. Het is druk. Proberen voor te geven. Corner. Ik ben zo slecht in corners. Voorheen ging er nog eens één in, maar ik weet niet wat ik verkeerd doe. Misschien was het beginnersgeluk of zo. Jurgensen dan. Nee. Lobo, je vergeet de bal, krijgt hem weer terug. Je hebt het niet door. Gaat te snel. Gaat allemaal te snel. Strootman, er staat niemand op rechts. Waar is die roze gebleven? Oh, het is zo vol daar, jongens. Het lijkt wel of iedereen met 100 man voor de goal gaat staan. Tegen Lyon gisteren ook al, jongens. Er was ook geen doorkomen aan. Dit dan Jurgensen. Paardenlul. Die moeten dan toch in, jongens. Het was een goede paas. Ik weet niet wie hem gaf, maar het was een goede paas. Wegkoppen. Nee joh. Gebeurt dit nu echt, jongens? Scoort Willem II nu echt uit het niks? Gewoon eerste kans, bam, goal. Maresca, de langste man op het veld. Laat zich zo makkelijk wegzetten hier. Nou, lekker dit. Dat is weer vol daar. Ah, kom op Jurgensen, jongen. Dit is beter. Vialba, jongen. Als er één bal in had gemoeten, dan was deze het wel. Allergrootste kans helpt hij om zeep. Nou, hij creëert er hier ook weer een. Jurgensen, ja, 1-1. Gelukkig. Oh, gelukkig blijft die 1-1 niet te lang uit. Eindelijk goed geschoten. Kom op.
attack from those wide areas. A much stronger side. So away we go at 1-1. Juxen, had je zo kunnen hebben die bal. And move. Lagos. Tackle goes in. Ja, neem hem dan mee, joh. Is niet verboden, hè? Maresca, die heeft niet de wedstrijd voor zijn leven, heb ik het idee. Nee, joh. Wou niet zeggen, joh. Rol hem nou gewoon naar hem toe. Dat is toch veel makkelijker. Scheids. Jezus Christus. Ja. Geel. Pleur toch op met je geel. Een dikke aanslag hier, hoor. Nou, kunnen we wisselen. Maar even zo doen. Hier, moet je kijken, man. Hij doet niet eens een poging om de bal te spelen. Hij schuift hem gewoon ondersteboven. Komt de scheidsrechter aan met geel. Nou, Van den Bos dan. Heeft een goede voorzet, jongen. Nee. Geen goede voorzet. Ik denk trouwens niet dat het de rekening van Robin is. Want Robin die is rechtshalf in het spel. Hij is rechtsbuiten eigenlijk, of linkshalf. Als een rekening is hij wel altijd van hetzelfde nationaliteit. Hoeft dat ook niet per se. Jurgensen. Zo, wordt even een blok gezet hier. Het is Juan Agudelo. Ja, tuurlijk. Maresca weer. Ik wilde die gozer net gaan wisselen voor die Deluc. Ja, dan raak Mulder geblesseerd. Ik heb maar één verdediger op de bank. Ja, hij kopt hem hier wel weg. Jongens. We hebben het moeilijk met Willem II. Niet te zuinig ook. Goeie bal. Nu een goede voorzet richting Werner. Werner, oh Wernertje. Kom op man, dan moet je toch kunnen winnen van Lamproe. Die is niet zo groot. Shit. So the referee is happy and the second half gets underway. Doing well to keep the ball. Oh, die had naar Werner moeten. Nou, corner verdiend. Get the ball out of the danger zone. Corner. Keeping the move going. Zo, kijk zo vol het er zit, jongens. Well, that looked promising. But he's been stopped. Raja Nainggolan. Now they've got a chance in this part of the pitch. Werner dan. Oh! Fuck! Oh, dat had een wereldgoal geweest. Nou, helaas, hij ging te hoog. Good forward play from them. And in goes the cross. Kom op, wegkoppen. Goed bezig. Easily clear. Werner, loop nou diep, jongen. Wat hebben we hier nou aan? I see a substitute coming on for the away team here. Jurgensen dan. Dat wordt lastig. Hij schiet hem er wel in hoor. Lekker. Tweede goal. 2-0. Of 2-1. Ik denk ik ga te ver terug. Maar hij schiet hem toch lekker binnen. Zo doet Jurgensen ook weer mee hoor. Alsof hij nooit weg is geweest. With the tackle. We've had
Ja. Kom maar lekker weg. Hij is maar lekker geblesseerd. Ik krijg wel de bal terug. Ja, ik kan het zeggen. Dat systeem dat klopt ook niet altijd helemaal in deze game. Als jij daarnet een pass geeft, dat hij dan registreert dat hun de bal hadden. Oh jongens, je liep zo mooi vrij en dan stop je weer met lopen. Waarom nou? Nou, het valt tot nu toe een beetje tegen met Werner op 10. Hij heeft wel een assist gegeven, dat is het ook. Maar het is niet net als de vorige wedstrijd, zeg maar. Hier dan Werner, wat een kut aanname. Oh, dit doet hij wel netjes. Oh, Fjolder stond er zo mooi vrij. Het duurt te lang. Het duurt te lang. En dan zo'n kutschot. De bal wordt geblokt. Dit doet hij netjes. Dit doet hij netjes. Werner, jongen, die had erin gemoeten. Buitenspel ook nog. Waarom nou weer buitenspel? Slaat het op. Scheids. Villalba maar even naar rechts. Hoppatee. Van Aken erin. Misschien kan die nog wat doen. Het is wel op de nominatie om maar weer verkocht te worden. Want tot nu toe, buiten de oefenwedstrijden om, doet hij het niet echt goed. Oefenwedstrijden hebben jullie natuurlijk niet gezien. Niet uitgezonden, maar toen speelde hij wel aardig. Ik had goede hoop. Nou, nu dan. Dit, Werner, dit zijn jouw ballen. Deze moet erin. Ja, 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 ja. Hij scoort weer vandaag. 3-1. Toch wel mijn favorietje hoor, deze spits. Zeker vorig seizoen. Dus toen was hij toch een partij goed. Dit echt ook goed gedaan, hè? Gewoon in de Bundesliga. 21 goals gemaakt. Volgens mij is hij 20 of 21 jaar. 21 goals gemaakt in de Bundesliga. Is niet verkeerd, hoor. Het wordt er eentje later, denk ik. Strootman, ja, dat is niet de speler die je daar aan de bal wil hebben. Kevin Strootman is de speler die nu been penalized now. Ja, wat raar. Ik verwacht het niet. Nou, een gelukje, Maresca toch de bal. Van Aken dan. Oh, dit is wel een goede bal. Niet goede bal. Iets te hard. Kom op. Oei, oei, oei. Now they've got a chance in this part of the pitch. Spotted well by the defender, cut it out. Goed bezig. Klaasie, je loopt hem zo over de zijlijn. Wat is dit nou weer? Agudelo. Jongens, jongens, wat is dit, joh? Mag ik die bal niet pakken of zo? Hallo? Hallo? Jongens, jongens, jongens. Ja, was de bal even kwijt. Corner? Hoe dan? De gozer kopt het toch als een achterlijke tribune in. Dat doe ik toch niet? Nou, ik denk niet dat ik de bal vandaag moet krijgen, jongens. Echt, je kan doen wat je wil, je krijgt die bal gewoon niet. Nou, gelukkig stonden we al 3-2-3-1 voor. Ja, het was niet echt mijn wedstrijd, maar goed. Misschien wel leuk om dit te kijken, 3-2.
That was breathtaking. Attack after attack. You see this kind of game once. Eens even kijken. Jurgensen 2 natuurlijk. Werner 1. Even kijken naar de ratings. Werner, man of the match. Jurgensen, goed gedaan. Vialba 9. Strootman 9. Ja, die Maresca, die was echt slecht vandaag hoor. Assist, Vialba en Klaasie. En Nainggolan. Nou, ik word er vrolijk van. Dat we in ieder geval gewonnen hebben. Je zou toch verliezen voor Willem 2 of gelijk spelen. Dat zou toch even jammer zijn. Zo ver is het gelukkig niet gekomen. Dus dat scheelt weer. We kunnen trainen. Ook toch weer voor hem. Hoe heet het? Het zal hem niet worden. Hoe heet die gozer? Mulder, die zal wel geblesseerd zijn nu. Ja, Mulder is geblesseerd. Nou, dan Maresca maar. Waar zou ik hem nog meer eens op laten? Doe maar die. Goeie paas. Is ook niet weg voor een verdediger. In de opbouw. Nou, bij de puntje erbij. Dat is gunstig. Dat is gunstig. Even kijken. Morgen dus tegen PSV. Even kijken. Over 4 weken ligt Mulder eruit. Persconferentie. Nou, laten we de persconferentie eens een keer doen. Wie hebben hun nog? Arias zitten nog. Moreno, Willems, Rietsmaier, Pruppen, Ramselaar, De Silva, Martin en Martinez. Geen idee. Ga Feyenoord gewoon motiveren. About leaving the club. Misschien wil hij toch blijven. Nou, je weet wel lekker wat je wil, Vialba. Dan gaan we weer een contractje aanbieden. Waar ben je? Daar is hij. 52. Hoppatee. Misschien blijft hij wel. Je weet het niet. We gaan het gewoon proberen. Dan, eens even kijken. Wat verder nog? Verder geen idee eigenlijk. Even kijken wat de rest ons brengt. Maak het uit. En daarna moeten we weer tegen Heracles. Het gaat lekker zo. Refuses en negation. Nee. Nog steeds geen nieuw contract voor Vialba. Oh, wat stom. Nou ja. Maakt niet uit. Ik zeg bedankt voor het kijken voor vandaag. Morgen dus bekervoetbal tegen PSV. Hopelijk tot dan. Later.